uitstek is. Elke week staat er dan in Gerardsbergen wel een of andere wielerwedstrijd op het programma. Deze keer waren de nieuwelingen aan de beurt. En dat zijn de wielrenners tussen 15 en 17 jaar. Het regent pijpenstelen in Gerardsbergen, maar toch zijn er 95 renners komen opdagen. Al zijn de meesten vermoeid na een zware meimaand met heel veel wedstrijden. Ik heb gisteren ook gereden, dan in mijn eigen wind. Ja. Ik zal doorwegen, denk ik, op plaatsen. Maar een podiumplaats zit er voor jou in vandaag? Ik hoop het toch. Als ik kan naar de meet gaan, maar niet traag, ja, dan misschien zit het toch wel in. 70 kilometer door de streek van Gerardsbergen. Een zware opgave is dat voor deze jonge renners. Na een paar kilometer zijn er al die het moeilijk hebben, zoals hier op de Bosberg bijvoorbeeld, en dat is een echte kuitenbijter. En dan is er nog dat typisch Belgisch weertje, regen dus, en dat maakt het parcours extra gevaarlijk. Maar van een valpartijtje schrikken deze renners niet terug. Vlug de fiets op en dan weer verder. Wielrennen, het is en blijft een keiharde sport. We zijn halfweg wedstrijd en er is een groepje ontsnapt. Alle favorieten zijn mee, zoals deze Roy Sanchez bijvoorbeeld, provinciaal kampioen van Limburg en al 12 overwinningen dit seizoen. De vluchters zijn bijzonder gemotiveerd, want er is vandaag veel geld te verdienen. Wie straks de wedstrijd wint, krijgt 22.500 frank. Maar toch even achterom kijken, want in het peloton zitten ze ook niet stil. Nog één ronde voor de vluchters en even later begint ook het peloton aan de laatste kilometers. De voorsprong slinkt tot een paar seconden, want de achtervolgers rijden met grote snelheid door de straten van Gerardsbergen. De groep komt opnieuw samen en de wedstrijd eindigt met een massaspurt. En de Limburger Roy Sanchez, de verwachte favoriet, is de snelste. Hij wint de sprint voor Benny de Schroeder uit Antwerpen. Het was een zware wedstrijd vandaag, vond ik toch. Maar het ging relatief goed vandaag. Maar jij een van de verwachte favorieten en die fijn die rol dan toch waargemaakt? Ja, ik wou toch iets laten zien hier. Ik ben zeer tevreden. Normaal, ja, ik wist niet dat ik redelijk kon klimmen, maar ik kan toch redelijk een beetje bergop. Dus ik ben tevreden. Ja, het was wel een zwaar parcours vandaag, hè? Ja, het was het zwaarste parcours dat ik al gereden heb. Met juni in zicht begint voor deze renners een iets rustiger periode, want nu moeten ze zich vooral concentreren op de examens op school. We wensen hen in elk geval heel veel succes toe.